enige houvast voor de treffers is het gegeven dat ze uit beter presteren dan thuis. Al is daar in de beginfase op de krom weinig van te merken. Berkhout, prachtige poging van hem. In het eerste wapenfeit van Katwijk binnen de minuut. Vorig jaar werd het twee keer gelijk bij duels tussen Katwijk en de treffers. Maar dit jaar lijken de verhoudingen wat anders te liggen. Daar weer Katwijk. Kans nummer 2 nu voor hem, Mengerink. Topschutter van de tweede divisie met 13 goals. De treffers heeft het moeilijk tegen de koploper van de tweede divisie. Goed doorzetten hier van de Plat onder andere, de Volendammer. Suzanne, Mark Deloor, grote afstand. Ja, toch maar proberen. Waarom niet? Hij, de oud-Spakenburger. En de treffers dan eigenlijk voor het eerst hier, na een kwartier. Dit is Uiterlo. Scoorde ooit voor Utrecht tegen PSV in de Eredivisie. Nu stuit hij op keeper Kieboom van Katwijk. 0-0 bij rust. De treffers komt dan wat beter in de wedstrijd. Dit is een aardige poging. Een grote kans zelfs voor Servania. Maar Suzanne staat daar goed op de lijn voor Katwijk. Vorige week dus een beste tik gekregen tegen Jong Sparta Katwijk. Gaat het dan voor de tweede keer op rij punten verspelen. Daar een prachtige actie van Mark Deloor en Zidane. Komt daar dan ook een grote kans uit. Ja, voor Berkhout. Vrije trap voor de treffers dan met Van Riel. Van Riel en daar 0-1. De treffers, dat is verrassend. Maar hij staat terecht. Joris Jansen duikt daar dan ineens op. Is sneller dan onder andere Van Noord. En dan de Groesbekers dus op voorsprong op de krom. Dit is Suzanne. Daar is Van Noord. Hoe krijgt hij dat dan voor elkaar? Dat moet natuurlijk 1-1 zijn voor Katwijk. Maar de koploper, zijn ploeg dus van Schreuder in de problemen. Dan lijken de kansen te komen als de treffers verder moet met 10 man. Hier het opstootje tussen Mengerink en Van Riel. En Van Riel had al geel, krijgt hier zijn tweede. Wegens het afhouden van de bal. Maar komt de Mengering daar dan niet goed weg. Na deze toch gekke actie. Een soort van vuistslag. Maar de enige kaart die wordt uitgedeeld is dus aan Van Riel. 11 tegen 10, de slotfase. Kan Katwijk dan nog wat vuurwerken vanaf de tribunes? Daar de kern. Komt er ook vuurwerk op het veld? Suzanne, het moet toch van hem komen. Maar als zelfs hem het niet lukt, dan ben je kansloos. En dus verliest Katwijk voor de tweede keer op rij. 0-1 tegen de treffers.